Hallo, als je hier bent om te weten wie de echte Baba Yaga zijn, dan ben je op de juiste plaats, want vandaag ga ik jullie tonen wie de Baba Yaga zijn. Iedereen kent blijkbaar de video Baba Yaga's de ontmaskering, waar ze hun masker uitdoen en als die uit is, dan blijft de in gezicht zonder oren. Dus blijkbaar zijn ze zo in het echt, want gisteren, ik heb ze gezien in Kortrijk en ze waren zo zonder oren. Veel mensen denken dat de video niet echt is, dus dit is de echte video. Want ze waren gisteren in Kortrijk en er waren super veel mensen. Veel mensen waren daar in Kortrijk en ik kon zelfs niet doorpasseren om aan de andere kant te gaan. Dat was echt niet normaal. Dus ze waren in Kortrijk, ze kwamen, ze hebben gedanst en ik zag ze 5 kale, coole mannen en zo en dat. Ik weet niet eens of allemaal mannen zijn, maar ze zijn allemaal kaal. Er zijn ook artikels online, staan nu artikels overal. Ik kan ze ook vinden, ik heb ze gevonden, dus jullie kunnen dat ook vinden. En veel mensen denken dat dat Synergy is. Is een jongen uit Ieper, die heeft meegedaan aan Suiting You Can Dance een paar jaar geleden. En veel mensen denken dat hem is. Maar ik denk dat niet, ik ben er zeker van. Want ik heb 1 artikel gevonden online. Ik heb 1 artikel van 2 jaar geleden gevonden voordat de Baba Yaga's meededen aan Belgium Got Talent, want ze zijn echt enorm veel bekender geworden door Belgium Got Talent. Maar er is een artikel in 2015 uitgekomen waarin Synergy zei dat hij met een nieuw project bezig was met een andere DJ. En raad een keer aan hoe dit project noemt. Inderdaad, Baba Yaga. Als ze Baba Yaga zijn, dan ben je juist. En Synergy uit Ieper is die groep begonnen, blijkbaar met een andere DJ. Ik denk dat er 4 jongens zijn, of 4 mannen en 1 vrouw, die dansen. Als je op de Instagram van Synergy gaat, dan zie je dat hij veel, maar echt super veel hashtags gebruikt. En weet je wie nog veel hashtags gebruikt? Inderdaad, Baba Yaga's gebruiken ook veel hashtags. Dat is geen toeval. Synergy is een van de 5 Baba Yaga's. Ik heb gekeken naar Synergy zijn auditie van een paar jaar geleden voor Suiting You Can Dance. En de auditie, zijn dansstijl, hoe dat hij danst, het is een beetje hetzelfde zoals de Baba Yaga's dansen. En dat is super cool, dus ze hebben veel dingen in gemeen, echt super veel dingen in gemeen. Ik heb een foto van 3 van hen of 5 van hen. Dit zijn de Baba Yaga's. Normaal gezien, Synergy is een van de Baba Yaga's. Toen was zonder maskers en zo. Ik heb ook een filmpje gemaakt gisteren. Ik was aan het filmen en een van de Baba Yaga's nam mijn camera, heeft zichzelf gefilmd. Check dat. Inderdaad, dat is super mooi, dat is super vriendelijk. Die video dat jullie daarna te zien hebben, de volledige vlog, komt volgende week. Help mij, ik zoek naar een titel om de video te geven. Ik dacht meer, Baba Yaga neemt mijn camera over of Baba Yaga neemt mijn vlog over of zoiets. Dus help mij met titel te geven aan die video van volgende weekend. Laat dat zeker in de beschrijving weten. En ik weet niet waarom mensen zo graag willen weten wie ze zijn, want dat is niet belangrijk. We moeten gewoon genieten van hun dansstijl, hun acht, alles wat ze doen is het leukste daaraan, toch? Nu weten jullie wie de Baba Yaga zijn. Ik hoop dat jullie blij zijn. Like deze video, abonneer als je nieuw bent. Abonneer ook op Baba Yaga, ze hebben ook een YouTube kanaal. De link van hun YouTube kanaal staat in de beschrijving. Ofwel hier. Hier, aan die i. Ja, abonneer op hen, abonneer op mij. Like deze video. Volgende week, niet vergeten, komt de volledige video online. De Baba Yaga's zijn coole mensen. Ze komen uit een andere planeet misschien. Dat boeit niet. Het belangrijkste is dat we genieten van alles wat ze doen. En gisteren, ik kan zeggen, voor de ongeveer 7000 mensen die daar waren, iedereen heeft genoten. Iedereen, ja. Sommige mensen konden niet goed zien, omdat ze van achter stonden en zo. Maar we hebben ze gezien, veel mensen konden op de foto staan met hen. Shout-out naar die Baba Yaga die mijn camera overgenomen heeft. Je bent cool. Als je mij ooit ziet, geef mij een hand. Want ik weet niet wie je bent. Ja, jullie liggen allemaal op elkaar. Hoe moet ik dat weten? Ik ga niets meer verklappen. Maar ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Normaal doe ik gewoon peace and box. Maar ik ga vandaag op een andere manier doen. Hier is het. Hey, mijn haar is super veel gegroeid. Man, peace and box.